ze zit op zolder. Ze is gewoon vies. Nou, zo horen ze het vooral hier in dit stuk. En dan lopen ze hier gewoon langs zo en dan daar weer. Ze horen dat eigenlijk overal wel. Nou, en dan worden ze gewoon wakker. Zelfs 's nachts worden ze gewoon wakker ervan. En dan nou, zijn ze helemaal over de toeren. Mijn kinderen zijn gewoon bang in hun eigen huis. Dat kan gewoon niet. Een maand geleden namen deze bewoners contact met de SP op, omdat ze al meerdere jaren last hebben van ratten. En zowel de gemeente als de kartonfabriek De Halm hierachter en Wierde en Borg, de woningbouwcoöperatie, het probleem niet oplossen. En we zijn nu een maand verder en het probleem is nog steeds niet opgelost. We zijn er gewoon klaar mee. De hele buurt is er klaar mee. Ze beloven maar en ze beloven maar. Dit zijn huurwoningen die of gerenoveerd of gesloopt gaan worden. Dat is ook al jarenlang onduidelijk. En deze bewoners worden niet gehoord. En het lijkt net alsof ze aan het uitstellen zijn om of te gaan slopen of te gaan renoveren. Maar tot die tijd dat ze er geen cent aan wilden uitgeven. En heb jij die ratten ook wel eens echt gezien? Ja, achter thuis heb ik ze zien lopen. Ik heb een stuk of vijf heb ik gevangen. Wat ziet u als een oplossing? Nou ja, ten eerste moet er snel een duidelijkheid komen over of deze woningen gesloopt of gerenoveerd gaan wonen van Wierde en Borgen. Moet de gemeente niet en Wierde en Borgen ook niet bij één huis proberen om de gaten te dichten, maar bij alle huizen in de straat. En moet er een afspraak worden gemaakt om het probleem op te lossen, omdat de ratten komen oorspronkelijk van de kartonfabriek hierachter. Daar moet een oplossing voor komen dat ze niet zeg maar de woonwijk inkomen. Ja, en dat is echt wel een verantwoordelijkheid van de fabriek zelf. Maar daar moet de gemeente samen met de woningbouwcoöperatie gewoon goede afspraken over maken. Wat wil jij dat eraan gebeurt? Nou, heel kort. Laten ze maar die hele zooi plat gooien. Dan komen ze ook niet weer binnen.